zijn hier in Lichtenvoorde bij Grand Café Markt 5. Dat is een horecagelegenheid in het centrum. Wij hebben hier alle wanden, plafonds, alle schilderwerk, een aantal elementen gespoten. En dat allemaal naar aanleiding van een waterschade die hier is ontstaan. Waardoor eigenlijk alles wat aan de wanden zat en aan de plafonds zat, compleet gerestaureerd zou moeten gaan worden. In eerste instantie hebben wij het plafond weer compleet laten stukken door een vaste partner van ons hier uit het dorp. Wij hebben hier gekozen om het plafond te rollen omdat spuiten simpelweg niet kon doordat er veel meer disciplines tegelijk aan het werk moesten. Maar alle bestaande behang is eraf gehaald. We hebben de wanden overal waar nodig hersteld, weer behang klaargestuukt om vervolgens het nieuwe patroonbehang weer aan te brengen. Het is heel dik figuurbehang als het ware. En dat is anders plakken dan rhinovliesbehang of dan de standaard behangetjes die we gebruiken om vervolgens overheen te sausen. Met name de patronen maakt het best wel ingewikkeld om ze ook werkelijk goed op elkaar aangesloten te krijgen. De eigenaren moesten dus noodgedwongen hun concept compleet omgooien. Ze hebben zelf indelingen veranderd, waardoor er ook afscheidingen zijn gecreëerd. Wij hebben deze stalen frames met een twee componenten polyurethaanlak gespoten in onze spuiterij. Vervolgens hier gemonteerd en waar nodig tippen we dat dan hierbij met de lak die we gebruikt hebben in de spuiterij. Verschillende onderdelen aan de bar die nog steeds bestaand zijn, want ze hebben gekozen voor een duurzame aanpak, hebben wij weer op kleur gebeitst en opnieuw in de olie gezet. En overal waar nodig hebben we ook alle houten elementen, denk aan de gevelkozijnen, de ramen, de binnendeuren, binnenkozijnen, opnieuw in de verf gezet om weer het juiste resultaat te krijgen. Dit project zou de Nationale Schildersvakprijs moeten verdienen, omdat hier voor een vakman eigenlijk alle elementen van schilderwerk, wandafwerking ineen komt. Het is niet een standaard project, maar hier moet veel over nagedacht worden en tegelijkertijd moet alles afgestemd worden met alle betrokken partijen in tijdnood.